bijzondere kinderen. Kunst begint voor mij hier. Eindelijk zijn we dan op de juiste plek beland. De plek waar de voorstelling van theatergroep... Uit een land hier ver vandaan, waar nog wonderen bestaan. Rusland! Komt het verhaal van Tsar Saltaan. Tsar is een soort koning. De kapitein staat voor te sturen, moeizaam in de storm te turen. Dan opeens, wat ziet hij daar? Dat is werkelijk wonderbaar. Mijn opa kon met duiven praten. Hoekoe! Fabian, ben je hier? Fabian! Is dit, Hobbel, een geheime tunnel? Ja, Hobbel, dat zie je toch? Ik zie Hobbel niks. Dat is het mooie. Daaraan zie je dat het een Hobbel geheime tunnel is. Ik snap het, Hobbel, niet. Een Hobbel geheime tunnel kun je Hobbel niet zien en Hobbel niet aanraken. Kijk aan, wat een schattenboutje. Waar gaat zo'n eenzaam schattenboutje naartoe? We zijn hier in Museum het Valkhof, waar jullie gaan kijken naar kunst. Jongen. Dat is geen kunst. Wat niet? Waar u nu naar kijkt, het plafond. Hoe weet u dat? Dat weet ik, omdat... Nou? Omdat er geen kaartje bij hangt. Spelende kinderen. Maar soms letten auto's niet op en scheuren door onze straat. En daar ging ik dan. En we reden. En we reden. En we stopten. En we reden. En we reden. Tot we stopten bij een gebouw van rood baksteen. Met een bord waarop stond in blauwe letters... Dierenasiel. Ik geloof dat God alles hier heel goed ziet. Maar waarom maakt hij dan niet simpelweg een einde aan deze moord en doodslag? Misschien gelooft hij dat we er op de een of andere manier zelf uit zullen komen. Dan kan hij lang wachten. God heeft ook meer tijd dan wij. Maar voor welke God hebben we het eigenlijk? Die van jou of die van mij? Is God van iemand? Sinds ik in deze heilige stad ben, hoor ik niks anders dan kop eraf. Iedereen staat elkaar naar het leven. De sultan laat de kruisridders onthoofden. Nathan gaat tekeer tegen de christenen. De bisschop wil de sultan verkant maken. De sultan wil de bisschop een kopje kleiner maken. De bisschop wil Nathan verbranden. Verbranden? En dat allemaal in de naam van jullie God. Wij houden heel erg van reizen. Ja. Ja. Wij zitten nooit stil. Kijk. Oh, kijk daar. Waar ga je heen? Maar na een paar dagen stak er een enorme storm op. Oh ja?
Controle, controle, controle van de afspraken die we hebben gemaakt. Je mag nooit met iemand spelen. Je gaat ook niet in je oren peuteren, maar ook geen scheetjes opsnuiven die andere kinderen hebben gelaten. Als er iemand hoest, hou jij 3 minuten mijn adem in. En je vergeet even alles. Geen gordijnen, geen lijn, geen planningen, geen bestellingen. Alleen maar jij en ik op het tapijt. Inderdaad, professor Dobbelman, optische wetenschap. Inderdaad, professor Dobbelman, optische wetenschap. Inderdaad, ja, die ben ik. Ja. We waren toch allebei, professor Dobbelman? Inderdaad. Dan hebben we ook allebei gelijk. Ja, maar als we allebei gelijk hebben, dan bestaat licht dus zowel uit een deeltje... als een golfje. Ja, dat is toch om gek van te worden? Dat is een van de raarste dingen uit de optische wetenschap.